Cello. Super. Graag richting de Brink rijden, daar op elkaar wachten en dan maken we even een plan van aanpak. De man is nu in de winkel. Moet jij gaan rijden dat ik de coördinatie overneem? Kijk, coördinatie over, dan ga ik te plaatsen. Dus ik ben ook aanrijder, ik ben erbij. Ik rijd nu bijna LSP10 vanaf de tennisbaan. Ja, ik ben er ook bijna. Ik zit op de vierautoweg. Ik ben er bijna. Je bent pannenkoekhuis. Stel ik voor. Jullie gaan zo meteen de persoon aanspreken. De volgende twee die gaan eventjes op de Brink staan. Eentje aan de Apeldoornseweg, eentje aan de Uddelenweg. Op locatie. Hey, ik ga aan de Uddelenwegkant staan. Ik ben nu bij het pannenkoekhuis. Blijf jij daar? Franken. En dan aanspreken, aanhouden. Ja, we verwachten op een etendaadje. Even goed in het snotje houden of je hem op etendaad kan pakken. Ja, is genomen. Ja, update van locatie. Man is binnen, ligt gerukt bij het spul. Plan van aanpak met hier de mevrouw van Torenstrijd. We gaan hem straks met, ik wil drie man hier hebben. Ik wil drie man gaan hem aanhouden. Ik wil er nog iemand hier hebben om aan te houden. Ja, op locatie. Jullie gaan hem aanhouden. Belt de politie. Die blijft op afstand. Nu een etendaad of niet? Ja, bijna. Personeel houdt de beelden in de gaten. Wij staan net uit het licht bij de deur. En de camera ook zien. Want wij zal met de zurken. Dus we zijn op dit moment raken. Het is in ieder geval belangrijk dat wij niemand buiten ziet staan nu. Dus als er anderen nog hier langskomen of zo, zorg dat ik niet opkomen. En in ieder geval moet de mensen zichtbaar hebben. Nee, laat hem de winkel uitlopen, hè? Want anders kan hij altijd nog zeggen dat hij nog wilde betalen. Hij is bezig met de diefstal, we gaan hem aanhouden. Bijna als hij naar buiten komt. Achtervolging, achtervolging, man vlucht. Hij vlucht. Ja, onder controle. Herhaal bericht, hij is onder controle. Aangehouden. Persoon aangehouden bij Frank. Persoon aangehouden bij Frank. Is terug naar de winkel, ligt nu op de grond. Af jongens, boei hem af. Ja, hij ligt onder controle op de grond, 200 volt op. Heb je nog assistentie nodig daar? Nee, hier is geen assistentie meer nodig. Is het werk jongens? Iemand een sit-trap geven. Sit-trap alsjeblieft. Ja, hier. De persoon is gecontroleerd op de grond, het zit erbij en er zijn nog een paar losmaken gemaakt. De politie heeft meneer nu overgenomen en hij heeft handboeien om wat te doen. Ja, echt fantastisch was dit. Dit ging geweldig.